Goedenavond en van harte welkom bij de rechtstreekse allereerste aflevering van RTL Club. Nou, het is even winnen, zo zonder Ireentje en zonder bingelkaarten, maar ik heb er heel veel zin in om samen met Manon Thomas dit programma te presenteren. De ene dag ziet u Manon en de andere dag dan ben ik er. Wat gaan we allemaal doen bij RTL Club? Nou, we spelen het tekenspel Pictionary. We hebben opmerkelijk nieuws en één keer per week kunt u zelf filmfragmenten of videoclips uitzoeken en u kunt hele leuke prijzen winnen. We nemen regelmatig een kijkje achter de schermen van onze programma's. Zo schakelen we straks live over naar Maya Eksteen. Die vertelt ons alles wat er vanavond te zien is bij Lief en Leed. Dus voortaan, elke werkdag van 6:15 tot 7:00, RTL Club. Om te beginnen de tv-vraag die betrekking heeft op RTL 4 of op een actuele belangrijke gebeurtenis. Wat kunt u winnen? Dat is een heel leuk spel, dat is dit prijzenslagspel. Wie weet bel ik u zo aan het einde van deze uitzending thuis op en hopelijk geeft u dan het goede antwoord. Het enige wat u hoeft te doen om mee te spelen is een kaartje sturen. En dat kunt u doen naar het volgende adres. Dat is RTL Club. TV-vraag postbus 15 444 1200 LW in Hilversum. En vergeet vooral niet uw telefoonnummer op te schrijven, want het is natuurlijk een beetje lastig bellen. Nou, we hebben al heel veel post. En dan denkt u van, ja Bossard, wacht eens even, hoe kan dat nou? Dat is de eerste aflevering. Maar deze mensen hebben allemaal gereageerd op de oproep van RTL Text. Pagina 464 was dat, geloof ik. Goed, nou. Ga ik even er eentje uitpakken. Even husselen natuurlijk. Nou, dan doe ik deze maar. Ga ik even de vraag stellen. Hier komt de vraag. Welke RTL 4-presentatrice is op tv bezig met het bouwen van haar eigen huis? Diegene die deze kaart heeft opgestuurd, ga ik straks bellen. En ik kan u vast zeggen, de achternaam, dat begint met een H. Winnen hoor, zo'n eerste aflevering. Nu eerst de RTL Club Clip prijsvraag. We hebben 3 videoclips waarvan u zometeen een stukje te zien krijgt. En welke het leukste is, dat kunt u zelf bepalen. Helemaal zelf door het volgende nummer te draaien. Dat is 06-300-464. Van de clip met de meeste stemmen krijgen we dan morgen meer te zien. En vandaag hebben wij de volgende clips. Eric Clapton, The Golden Earring en de laatste, daar komt hij aan. ABBA. Door te bellen maakt u ook nog kans op een van de 10 cd's van de winnende groep of artiest. Nou, gaan we beginnen. Speciaal voor het MTV-programma Unplugged maakte Eric Clapton een prachtige akoestische versie van een oude hit. We gaan even luisteren naar Laila. Oh, I'm waiting by your side. De Golden Earring, deze groep bestaat al 30 jaar. Hun eerste succes, dat hadden ze met Please Go. En dat was nou, ik geloof in 1965. Maar dit is 27 jaar later. We gaan even luisteren naar Going to the Run. So nice, like a child with the wisdom too. In 1974 won de band van Agneta, Björn, Benny en Annie Vriet het Songfestival in Zweden. We gaan even luisteren naar ABBA, even swingen met Dancing Queen. Tijdloze muziek. Ik ga ze nog even op een rijtje voor u zetten. De eerste was dus Eric Clapton. De tweede, The Golden Earring. En nummer 3, ABBA. Nou, vooruit nog één keer het nummer. Het is dus 06-300-464. En maak kans op zo'n mooie cd. Heel wat anders nu. Afgelopen zondag waren wij op de Aero Live beurs in Utrecht. Die in 4 dagen tijd maar liefst 2.500 bezoekers ongeveer. Het was echt fantastisch. We gaan even kijken hoe dat daar was. Mm.
Wat ziet men onder erotiek? En daar zijn dus duidelijk hele grote verschillende ideeën over. En ik was dus niet helemaal duidelijk wat voor iedereen dan juist erotiek was. Dus ik ben mijn eigen erotiek gaan toepassen. En ja, en dat heb ik dus nu tot uiting gebracht. Ik bedoel, ik wil de bruid blijft uiteindelijk centraal staan. Robin. I'd like to put you in a trance. Veronica. Robin. De bedoeling is gewoon dat de bruiden anders gaan dan de traditionele Japon. Die is dus al zoveel jaar eigenlijk actueel en men gaat steeds zoeken naar iets anders. Eerst was het rood, toen zwart en nu wordt het iets erotischer. I could bring you so much pleasure. I'll come to you when you say, I know you want me. I'm not gonna hurt you. Oké, dan ga ik er even tussenin staan. Je mag, stel nou, hoe vind je dat ik eruit zie? Nou moet je eerlijk wezen, als je het bespottelijk vindt, moet je het gewoon zeggen. Ik vind te veel kleuren. Te veel kleuren? Ja. Oh, dus het is niet goed. Ik heb zwarte schoenen aan, gewone spijkerbroek, vind je het ook niet? Te veel kleuren. Dus wat zou je veranderen? Nou, ik zou bijvoorbeeld dit toch in een beetje een blauw sfeer laten. Het is 12 uur en ik sta hier in 's-Hertogenbosch en het is hier koud en guur, maar wat doe ik hier? Ik ben op zoek naar een kandidaat voor het spelletje Pictionary. Dat gaan we spelen, maar dat ga ik gewoon met iemand spelen die ik gewoon van de straat haal. Gewoon. Dus een vrouw of een man, een beetje spontaan, een beetje leuk. En waar is dat? Dat is bij de RTL4 studio. Is dat hier bij de stad? Nee, dat is in Hilversum, maar daar brengen we u naartoe natuurlijk. Oh, mijn lieve God, dat we een mens dan? Zeker op televisie. Oh God. No, we are from Czechoslovakia. Oh, dat is goed. On the business trip. Oh, alsjeblieft, ga met me mee. Het is de eerste keer dat ik het moet doen. En ik heb nee, ik heb volgens mij gisteren al gezien. Een promo. Ja, dat is goed, dat doe ik wel. Echt waar? Ja. Je gaat met me mee? Ja. Dus je gaat met me mee, maar niemand mag het weten. Nee, dan is goed. Oké, je gaat echt mee. Ja, ik kan gewoon niet geloven dat ik zoveel mensen heb gehad. Die... Nou, ik geef je een zoen. Die vast niet. Hè? Dat doet die vast niet aan mij, joh. Nee, echt niet? Nee, die doet zoiets wel. Ellen, ja. Sta je daar in de studio? Dat had je vanochtend ook niet verwacht, hè? Nee, niet echt, hè? Nou, het is, je bent lekker in de wacht. Ja, je weet helemaal van niks. Je loopt op straat en er staat zo'n jongen dan. Ja. En wat gaat er dan door je heen? Je hebt gelijk ja gezegd natuurlijk. Ja, ik heb eerst altijd gedacht van dat doe ik nooit. Maar ik heb het toch maar gedaan. Toch maar, hè? Ja. Spannend, hè? Zo'n eerste. Ja. Nou, het is dus zo. Niemand weet dat je hier bent. Nee. Hè? Wie ga je bellen? Dat is de vraag. Ik dacht eigenlijk meteen aan Sarah. Dat is mijn schoonzusje. Je schoonzusje? Ja. Ik hoop dat ze thuis is. Weet ja, ik dat hoop je ik ook. Eerst even een nul draaien. Ja? En dan gaan we met spanning afwachten. Nu? Ja, als je wil, graag. Even nul eerst. Oh, dat ze maar thuis is. Ik hoop het wel. Nou, Sarah heet ze. Sarah. Daar gaat in ieder geval over. Hallo? Nee, hij is nog niet is open nog gegaan. Niemand. Oh, als hij niet thuis is. Met Sarah. Hallo, ik spreek met Ellen. Ellen. Hoi, Sarah. Wilt u even... dag, Sarah. Ik weet niet waar je bent. Wil je even RTL 4 opzetten? Die heb ik... Dit is even schrikken, hè? Dat geloof je niet. Hier zie je je vriendin Ellen, die heb ik vanochtend van de straat afgehaald. En ik heb gezegd, Ellen, je gaat met me mee. Je gaat samen met mij het Pictionary-spel spelen. Ken jij het spel Pictionary? Ja, dus met die vakertjes tekenen en zo. Nou, enzovoort. He, dus Ellen gaat straks tekenen en jij moet raden wat. Er zijn hele mooie prijzen te winnen en we gaan even kijken welke prijzen. Tot 50 punten maakt u kans op het gezellige familiespel Gebarentaal. Scoort u 50 tot 100 punten, dan is dit prachtige trio spellenpakket voor u. In dit luxe tosti-apparaat kunt u stokbroods, croissants, maar ook flinterdunne boterhammen kwijt. In de mum van tijd is alles knapperig en krokant. Heeft u meer dan 100 punten bij elkaar getekend, dan krijgt u dit fantastische apparaat mee naar huis. Mooie prijzen, Ellen. Ja, prachtig. Ja? Nou, ga tekenen. Kun je tekenen? Nou, Sarah, kan ze tekenen of kan ze niet tekenen? Sarah? Wat zeg je? Kan ze goed tekenen, Ellen, of niet? Jawel, dat kan ze wel. Oh, dus we gaan voor de 100?
Zeker weten. Zeker weten. Ga ik even zeggen, makkelijke vraag levert je 10 punten op, een moeilijke vraag 20 en iets wat ontzettend moeilijk te tekenen is 30. We gaan ervoor, je hebt 3 minuten de tijd. Ik ga hem pakken voor je en dan gaat de klok lopen. Wat wil je doen? 10, 20, 30? Nou, begin maar met een makkelijke. Een makkelijke? Ja. 10. Sarah, ook veel succes! Ja! Komt ie aan. Nou, kijk goed, hè. Ja, een beetje dikke tekenen. Je leunt er wel eens op. Een stok. Ja, en wat doe je ermee? Een leunstok. Ja, je loopt. Een wandelstok. Ja, dat is goed geantwoord. Het wandelstok, wat gaan we doen? Een moeilijkere doen maar. Een moeilijke, 30. We gaan het proberen. Hier, 30. Ja, dit is een moeilijk hoor. Sarah, veel zeggen. Kom op, Ellen. Snel te tekenen, kom op. Een vliegtuig heeft het zeker nodig. Dan is het echt een redding. Kijk, dat is een vliegtuig. Zeg maar zo veel. Een noodlanding. Noodlanding, dat heb ik gehoord. Dat is goed. Al 40 punten. Wat gaan we doen? Doe nog maar moeilijke. Nog een moeilijke. Ja, moeilijke, Ellen. Kom op. Okay, komt u. Ellen. Even kijken, hoor. Ja, is een beetje deur. Een beetje een huis? Ja, wat zit er in een huis? Even kijken naar waar het om gaat. Een deur, een serre. Wat zeg je? Een deur, zei je? Deur? Ja, je hebt een voordeur en je hebt een... Achterdeur. Dat is goed geantwoord. God, wat fantastisch. Yay. Wat kan je dat goed? Oké, kom maar bellen. Ja, het is de eerste. Wat kan ons het schelen? Nog even de eerste. Nou, kijk goed. Kijk naar je tijd. Water, golven. Nee. Zee. Dat pijltje gaat ergens naartoe. Zinken. Nee, ja, en je zinkt wel eens heel... Lood. Nee, dat is niet. Je zingt wel. Diep hoor ik. Dat is goed geantwoord. Eens kijken hoeveel punten je al hebt. 100 punten af van mij al. De eerste. Nou, we doen het voor de eer. Wat gaan we doen? Ja, nog maar een moeilijke. Nog maar een moeilijke. Nou, jullie hebben al de eerste prijs, dus je mogen eigenlijk juichen hoor, jongens. En dan kom je bij mij tossies eten. Ja. Tossies eten. Kijk maar goed. Gaat lekker. Een ballon, een bal. Ja, groot. Een wolk. Ja. Luchtballon. We hebben nog 1 minuut. Een bal. Nee, dat is het niet. Zullen we een ander woord nemen? Ja, doe maar een ander woord. Ja, natuurlijk, we spelen gewoon. Het was kolossaal. Ja, dus groot. Het was wel nou, zullen we een makkie nemen? Ja, doe nog maar een makkie. Even kijken of je goed kan tekenen. Ja. Hier is het. Voor die eerste prijs, hè. Ze kan best goed tekenen, toch? Weet je niet, Sarah? Ja, dat is wel goed. Wat is dit? Een bloemetje. Geen bloemetje. Het is een beetje, prikt wel eens. Wat is het? Het prikt wel eens. Een speld. Een speld? Nee, is niet goed. Een naald? Het lijkt een beetje op een speld. Een brei. Wat zei je? Een naald. Ik een reken knopje, het goed. Een knopje. Jullie zijn fantastisch. Ja, jongens, laten we maar stoppen. Want je hebt die eerste prijs al. Het is echt fantastisch, hè? Geef me even een hand. Kom eens bij me staan. Yeah. Even juichen, Sarah. Yeah. Yeah. Hoeveel mensen zitten daar wel niet? Nou, dit nou, mijn vriend en de buurmeisje. De buurmeisje zit er ook. Nou, fantastisch, hè? Zeg, Ellen, wil je nog even wat tegen Sarah zeggen? Ja, Sarah, bedankt voor het meedoen. Ja, hartstikke leuk. Okay. We gaan even kijken, Sarah, wat jij gewonnen hebt. Even kijken. Dat is een prachtig prijs, toch? Dat is het Pictionary-spel en het is het spel Jenga. Leuk, bedankt. Ja, zeker. En je weet dat jij gewonnen hebt, hè? Ja. Wat is het dan, zeg het maar? Een broodrooster. Heb je er wat aan of niet? Ja, tuurlijk. Perfect. Hey, het is de eerste aflevering en dan zijn we allemaal een beetje zenuwachtig. Dan loopt het allemaal niet zoals het is. Maar ik vond je een hartstikke leuke kandidaat. Ja. Als het de volgende keer op straat loopt, ik neem je mee. Ja, okay? Ik vond het hartstikke leuk. Een kus van je? Ja, zeker. Okay. Als er heel veel publiek bij was, had ik gezegd, dames en heren, Ellen. Dankjewel. Oké, okay, bedankt. Okay. Misschien kom ik u morgen wel tegen op straat en staat u 's avonds hier in de studio. Het kan allemaal gebeuren. U heeft ook kans dat ik u zometeen bel voor de oplossing van de tv-vraag. Dus er is nog even tijd om het juiste antwoord te vinden. Wat is er vanavond op de buis bij RTL 4? Vanavond om 20:30 gaan we lekker lachen met Eddie en Ellen in Vrienden voor het Leven. Dat ziet u nu. Omdat de vader van Eddie bij een secte is gegaan. Het zou je maar gebeuren. En om 22:00 is het tijd voor een nieuwe aflevering van Lief en Leed. We schakelen even over naar Studio 2, waar men druk bezig is met de voorbereidingen. Nou, dan draai ik me even om. Goedenavond. Dag. Hallo. Hallo. Ja,
Hoe is het? Nee, je ziet er goed uit. Ja, dankjewel. Ik hang nog niet op dat fotomuurtje achter jou, heb ik gezien. Daar ga ik persoonlijk... Wel John Bernhard, maar niet ik. Ik ga er persoonlijk voor zorgen. Goed zo. Dat is het laatste wat ik doe. Ja. Maya, waarom is Lief en Leed net zoals RTL Club rechtstreeks? Nou, wij willen met Lief en Leed eigenlijk praten met een heleboel mensen, zoveel mogelijk mensen. En dus ook de mensen thuis moeten de gelegenheid hebben om mee te praten. En als je het programma van tevoren opneemt, kunnen ze niet bellen. Dus daarom zijn we live. Heel dan goed. Is het echt en iedereen kan meedoen. Ja, nou, ik heb het in de gaten. Wat is het thema vanavond? We praten vanavond over kinderen krijgen of geen kinderen krijgen. Er komen mensen vertellen hier die dolgraag kinderen willen hebben, maar bij wie het op een of andere reden niet lukt. Er komen mensen die absoluut geen kinderen willen. Wil jij kinderen? Ik zit er nog over te denken. Oh. Maar ja, ik ben door de tijd heen. Ik wens je heel veel succes. Een beetje verbaasd reageer je. Ja. Maar het is live, hè? Dat weet je. Dan moet je af en toe even brugjes maken. Ga lekker door. Gaan wij hier ook door. Oké, veel succes vanavond. Dag, hallo. Wat kunt u nog meer zien? Vanavond om 8:55 gaan we weer wegdromen bij een spannende aflevering van Beverly Hills 90210. Waarin Dylan intrekt bij de familie Walls om te herstellen van een surfongeluk. Nou... Gaan we nu bellen voor de oplossing van onze tv-vraag. Nou, ga ik bellen. Dat is met David de Heer. Dat onthul ik al. Nou, ik hoop dat hij thuis is. Het zou er gebeuren dat hij er niet is. Dan moet ik weer gaan zingen en dansen. Krijgen we weer na de brieven. Even kijken hoor. 1-1-8. Nou... opgenomen? Nee, nog niet. Met David de Heer. David de Heer, ik ben zo blij dat je thuis bent. Je spreekt met Carlo Bossart van RTL Club. Ja, hoi, ik zie het. Je ziet me nou? Ja. Oh, hey David, ik heb een vraag voor je. Ja. Welke RTL 4 presentatrice is op tv bezig met het bouwen van haar eigen huis? Dat is mijn oom Thomas. Wat denk je? Dat is helemaal goed. Nou, mooi. Je breekt de tent af, hoor ik nou. Ja. Hartstikke goed. Je hebt die prijs, het prijzenslagspel heb je gewonnen, hè? En ik wens je daar heel veel succes mee. Ik speel het vaak met Manon samen. Het is een heel gezellig spel. Nou, mooi. Bedankt. Mag ik je feliciteren, David? Ja, oké. Oké, dag. Dag. Wilt u ook meedoen aan de tv-vraag en kans maken op zo'n leuke prijs? Stuur dan een kaartje naar RTL Club, tv-vraag, postbus 15-444 1200 LW in Hilversum. U mag ons ook schrijven als u iets heeft van, nou, dat wil ik heel graag bij RTL 4, RTL Club kwijt. Dat kan van alles zijn. Misschien komen we dan met onze cameraploeg bij u langs. Dat was de eerste RTL Club. Morgen zijn we er weer. Na de Bold en de Beautiful, daar zijn we dan met ons Pictionary spel. Waar zijn we dan? Daar zijn we in Alkmaar. Daar zijn we met ons team, met ons cameraploeg zijn we daar. Straks veel plezier met Hans van der Tocht. Na het rad ons RTL 4 nieuws met een reportage over de recente onrust in Rotterdam. Manon is er morgen en ik ben er woensdag weer. Nog een prettige avond.